Zijn het onzekere tijden, ook voor acteurs? Eigenlijk zijn die tijden altijd onzeker. Maar ik ben een soort gelukskind geweest. En ik ben het nog. Heeft u nog dromen op acteurgebied? Wat zou u graag nog eens willen spelen, bijvoorbeeld? Ik kan niet bepaald zeggen dat ik dingen voorop heb staan. Dat ik iets voorop stel. Dat ik bijvoorbeeld verlang om King Lear te spelen. Of dan eerder Hamlet. En daar ben ik te oud voor intussen. Nee. Ik zie wel wat er gebeurt. U heeft al een enorme carrière achter de rug. Wat is wat u betreft het hoogtepunt? U bedoelt specifiek... In uw carrière, het mag alles zijn. Ja. Maar hoogtepunten, ik heb enorm genoten en doe ik nog soms van Karakter. Die film die ik gemaakt met Mike van Diem. Zeer belangrijk voor mij is geweest Ten Oorlog met de Blauwe Maandag Compagnie destijds. Betekenen prijzen iets voor u? Ik ben zeer vereerd. Ja, ik laat het mij wel gevallen. Ik zal er zeker op het moment zelf van genieten. Maar het is in alle eerlijkheid niet het streven. Het maken van dingen, of mee kunnen maken van dingen, dat is eigenlijk waar het om draait. Het zit hem voornamelijk in het doen. U krijgt de oeuvre award van Film by the Sea straks. Hm. Hoe gaat zoiets? Hoe wordt u daarvoor benaderd? Krijgt u een telefoontje of uw management van... Goh? Heel raar gegaan. De mensen, de organisatie, ze hebben mij vaak gevraagd om jurylid te zijn. Dat is jaren aan de gang dat men het telkens probeert en dat het qua tijd niet haalbaar is. Dat ik omwille van bezigheden niet haal. En ze willen me er heel graag naartoe lokken. En ik ben graag slachtoffer om naar Vlissingen te komen, omdat dat ook telkens in het verleden een klein cadeautje is geweest. Ik heb er ook gefilmd. Wat verwacht u van Film by the Sea? Genieten, denk ik. Ik heb niet het idee dat ik daar carrière technisch iets ga opsteken of dat het iets zal toevoegen aan mijn leven wat dat betreft. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is niet het verlangen. Vooral genieten. Ja, absoluut.